Ik ga u vandaag uitleggen hoe u een camera heel eenvoudig op uw bestaande televisie kunt aansluiten. We hebben hier een camera, in dit geval een infraroodcamera met nachtzicht, die monteert u aan uw buitengevel. Dat kunt u met schroefjes doen, plugjes in de muur, u boort een gaatje door de muur, het kabeltje kan erdoor, allemaal heel eenvoudig te doen. Aan elke camera, ongeacht het type of model, vindt u twee connectoren. Als we de camera gaan aansluiten, hebben we een langere kabel nodig. Want met zo'n kort kabeltje redt u het niet. Ik heb hier een kabel van 15 meter met aan weerszijden connectoren. Deze voedingsconnector sluit ik aan op de voeding en de BNC-connector op het beeldsignaal van de camera. Dit is dan de 15 meter kabel. Aan het andere uiteinde van de kabel vinden we dus wederom twee stekkertjes. De voedingsconnector en de BNC-connector. De voedingsconnector sluit u aan op de netstroomadapter en die steekt u in het stopcontact. Ook dat is allemaal vrij simpel te doen. Dan hebben we nog één stekkertje over. Hier komt dus het beeld uit van de camera die u buiten heeft opgehangen. Dit is een BNC-connector. Zo'n aansluiting vindt u niet op een normaal televisietoestel. Dus daarvoor gebruiken we een verloop van BNC naar tulp. Die zetten we op dit stekkertje. Dat zit vast. En nu hoeven we alleen nog maar dit stekkertje in uw televisietoestel te steken. In een van de gele tulp audio-video aansluitingen. Heeft uw televisie niet zo'n aansluiting, dan heeft u waarschijnlijk een SCART. En kunt u een SCART adapter gebruiken. En dan komt het er ongeveer zo uit te zien. Ons televisietoestel heeft wel een gele tulp aansluiting. En kunnen we dus rechtstreeks met de BNC tulp verloopstekker ons televisietoestel aansluiten. En dan zult u zien dat het onmiddellijk gaat werken. Ik beweeg de camera nu met de hand, zodat u kunt zien dat het inderdaad werkt. Dus nog even achterstevoren. Dit is dus het verbindingsstekkertje naar uw televisie. Dit is de BNC-kabel inclusief de voeding, die eenvoudigweg in het stopcontact zat. Die kan er weer uit. Aan de camerazijde is het ook nog steeds eenvoudig. Weer de voedingsverbinding en de videoverbinding. En dit is het infraroodcameraatje dat u buiten op kunt hangen. Bedankt voor uw aandacht en veel succes met het installeren.